pak-ezel-constructie. Yo, welkom dat je kijkt bij deze nieuwe aflevering van Coke TV Kicks. Mijn naam is Merel en naast me staat Rocky. Vandaag hebben wij een plek, jongens, die voor mij ontzettend veel betekent. Waar het voor mij allemaal is begonnen, SC Buitenvelder. En voor jou ook, hè? Ja, zeker. Ik stond hier als klein meisje van 8 jaar. Dacht ik al heel goed te kunnen voetballen, hoog houden. En toen stond Rocky daar. En die deed alles met de bal. Ik was, denk ik, 16. Oké, ietsjes ouder. Ja, maar, een klein beetje. Niet te zien nu, hè? Zeker niet. Rocky kan het. En dat is eigenlijk ook hoe zij mij gemotiveerd en geïnspireerd heeft. Dat is nou precies waarmee jij mij vandaag gaat helpen. Ja. Rocky is de rest van haar leven daarna doorgegaan met inspireren van jongeren. Dat doet ze voor Favela Street in Rio, in Haiti, Curaçao, Nederland, zelfs in Zuid-Afrika. Ik vind het echt fantastisch. Ja, we hebben eigenlijk programma's waarmee we door middel van straatvoetbal eigenlijk proberen een nieuwe generatie rolmodellen neer te zetten. Maar vooral jongeren motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Nou, en dat is wat wij namens Coke TV vandaag gaan doen met de meiden van onder 19 met Buitenvelder. Hier speelt een team die gaat volgend jaar hoofdklasse spelen. En dat is voor hun een enorme stap omhoog. En er komt bij dat het team nieuw is. Dus, aan onze taak om die meiden compleet klaar te gaan stomen voor aankomend seizoen. En als klapper op de vuurpijl, dat weten zij absoluut nog niet, is dat we na de Motivator Inspirator cursus hier op het veld gaan naar Wipeout. Ja, altijd al willen doen. Ik ook. Even serieus. Ja. We gaan die meiden ophalen en we gaan er echt de beste dag van hun leven maken, zodat ze perfect aan de competitie gaan beginnen. Dus let's go. Ja. Ja, dat is een mooi schot. Yes. Alright, die meiden staan dus daar. Ja. Je ziet ze al voetballen. Ik ben vooral heel benieuwd hoe ze reageren als zometeen Rocky en Merel het veld oplopen om ze te verrassen. Hey, wat gaan we doen? Gaan we gewoon het veld inspringen en meteen maar een akka geven? Ja, ik denk het wel. Wij tegen de rest. Ze hebben nog niks door. Oh my god! Ja? Dat is sick, hè? Wat is er eigenlijk? Waar gaat het om? Gaan we nog voetballen of zitten? Oh, we gaan voetballen! Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Dat ze iets door hebben, maar ze begrijpen nog niet helemaal wat hier in hem dan gebeurt. Bovendien voetbal is ook veel leuker dan verrast worden door Merel van Dongen blijkbaar. Oh, mooie actie! Ja! Yes. Het is klaar jongens, het is klaar. Kom maar bij elkaar. Dat was even schrikken, hè? Ja, zeker. Jullie zullen wel denken wat er gebeurt hier in hemelsnaam, toch? Weet je wel, ja. Nou, ik ben Merel van Coke TV en dit is Rocky. Hallo. En ja. Wij willen eigenlijk aan jullie vragen om vandaag de hele dag met ons op pad te gaan. Tuurlijk. Hebben jullie er zin in? Ja. Want jullie zijn, als het goed is, een redelijk nieuw team. Hè? Jullie kennen elkaar misschien wel al een beetje, maar nog niet zo heel erg goed. Waarom kan je alleen winnen? Als team. Als je er als team staat. Kijk. Precies. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja? Wie het eerste bal pakt? De eerste bal. Alright meiden, het is hartstikke warm. Ah, oh, daar gaat er al een. Ik heb me omgekleed zoals jullie kunnen zien. Ik kan er echt tegenaan. Jullie zullen wel dorst hebben, denk ik. Ja. Nou, ik zou zeggen, even een break. Post. Oh ja. Alright, nou jongens, wie het eerst uit de koud is. Gelukkig heb ik niet zo'n prestatiedrang. Doe ik gewoon rustig aan. Zoals jullie weten is mijn naam Rocky. Als klein meisje droomde ik van voetballen in uitverkochte voetbalstadions. Dus elke dag als ik naar buiten liep met een bal onder mijn arm, dan keek ik naar de arena en dan dacht ik bij mezelf, als ik later groot ben, nou is gelukt hè, 1,91 meter, dan ben ik profvoetbalster. Maar ongeveer 20 jaar geleden, als ik met mijn haar in mijn staart liep, hè, trainingspak aan, bal aan de voet, wat roepen mensen dan over meisjes die voetballen? Jongen. Manwijf, krijgen jullie dat ook wel eens te horen? Heel vaak. Heel vaak. Bij mij wisten ze niet eens dat ik een meisje was. Ja, bij mij werd dat ook echt heel vaak gezegd. Ik weet nog goed, ik speelde bij de Legmeervogels. Bij de jongens, enige meisje in het team. Eerste helft, ik scoor 3 doelpunten. Het is 3-0 en ik loop het veld af. En komt de vader van de tegenpartij naar me toe. En die zegt tegen mij, ja, ze zeggen dat jij een meisje bent, maar daar geloof ik helemaal niks van. Trek je broek eens even naar beneden en laat dat maar aan mij zien. Crazy, oh toch? God. Ja, 14 jaar. Een volwassen man die dat tegen je zegt. En ik zeg eigenlijk altijd, dat wat mensen uit je omgeving tegen jou zeggen, blijft hangen als klei in je oren. En daar boetseer je een zelfbeeld van. Maar uiteindelijk heb ik ook geleerd dat het je kracht kan zijn om anders te zijn. Ik dacht ook, weet je wat, ik ben misschien wel een manwijf, maar ik ben er wel eentje die panna's geeft. Nou, uiteindelijk bij Buitenveld had gespeeld. Zelfs Merel vroeger nog voetbaltraining mogen geven. Ja, ja. Daarom speelt ze in het Nederlands elftal, snap je? Ja, uiteindelijk ook Jong Oranje mogen voetballen onder 19 en zo. En toen raakte ik geblesseerd. Je wordt geopereerd, je moet 9 maanden tot een jaar revalideren. Maar de grootste battle zit hier, tussen je oren. Ik heb hem verloren, niet alleen daarom, maar de operatie
is niet goed gegaan. En ik ben 22 jaar en ik kom bij de zoveelste dokter en die zegt tegen mij, hey Rocky, niet zocht het nieuws. Je moet een andere hobby gaan uitzoeken. Je mag niet meer voetballen op het niveau dat je doet. En op dat moment dacht ik alleen maar, andere hobby uitzoeken. Waar heeft deze man het over? Ik slaap met een bal in bed. Ik wist dat ik dat nooit meer zou hebben. En ik wist dat ik gewoon niet meer die droom zou kunnen najagen. Nadat ik niet meer kon voetballen heb, ben ik dus een eigen stichting gaan opzetten. Omdat ik ooit op mijn 18e in de sloppenwijken van Rio ben geweest. Daar eigenlijk pas echt de kracht van het voetbal zag. Dus voor voetbal heb je eigenlijk alleen maar iets nodig wat op een bal lijkt. En heel veel mensen met wie je dat zou willen spelen. Dat is eigenlijk de kracht van voetbal. Het samen doen. Je hebt mensen die zitten bij de punt. Het zijn mensen die van tevoren al zeggen, psst, kan het niet. Terwijl je hebt ook mensen die zitten bij de komma. Dat zijn mensen die zeggen, hey, weet je wat? Ik heb het nog nooit gedaan. Maar weet je wat? Ga het gewoon proberen. Heel veel mensen keken als een punt naar mij. Terwijl nu denk ik, moet je kijken waar ik ben. Ondanks dit heb ik van voetbal mijn werk kunnen maken. En nu heb ik iets voor jullie meegenomen. Kleurpotloden. En ik denk dat dit iets is, als ik jullie ga uitleggen wat jullie hiermee mogen doen. Dat jullie denken, oh nee, dat kan ik niet. Het gaat pijn doen. Jullie gaan hem inderdaad proberen te breken, maar met één vinger. En dat doe je als volgt. Ik moet het met z'n tweeën doen. Jullie krijgen allemaal een potlood. Eén iemand houdt hem heel stevig vast. Die gaat er tegenover staan. En dan ga je proberen om hem met één klap in één keer door te slaan. Is maar dat je... Je moet je niet inhouden. Ga ervoor staan. Ja, kom aan. Al die kracht. Hey! Dit potlood is, die haat dit potlood. Ook met twee vingers proberen. Ja! Gelukt hier. Ja! Lekker hoor. Lekker. Lekker. Yes! Oké, jongens, we gaan door naar de volgende. Nu die vingers misschien een beetje pijn doen, gaan we gewoon wat met die voeten doen. Wij gaan het aantal voeten noemen waarmee je naar de overkant mag komen. 9. Dan gaan we over naar 6 voeten. Je ziet al een aantal leiders opstaan, ideeën. Dit gaat goed, jongens, dit gaat goed. Oh, jongens, dat kan echt. We gaan op 4. 4. Pak ezelconstructie. Pak ezel, ja, ja. Ook mooi. Ja. Helemaal geen voeten. Helemaal geen voeten, de laatste. Wat hebben jullie geleerd nu? Samenwerken. Overleggen. Jezelf geloven. Nooit opgeven. Oké, dit was natuurlijk teambuilding dat we hebben gedaan. Alleen stiekem was dit alleen nog maar de warming-up. Wij weten wat de echte wedstrijd gaat worden. Ja. Jullie weten nog van niks. Het enige wat ik jullie kan vertellen is dat jullie zometeen met z'n allen naar een bus gaan. En met ons meegaan. En niet zomaar, maar geblinddoekt. Oh, oh wat leuk! Ik hou ervan! Dus ik zou zeggen, ruim alles op, pak je spullen en dan gaan we er keihard tegenaan, oké? Laten we maar gaan. Oké, meiden, dat was het dan. Een hele lange rit in de auto. Zijn jullie al klaar met de blinddoeken? Ja. En ik denk dat jullie het heel vet vinden, dus ik zou zeggen, doe ze maar af. Wipe out. Oké, dus wie is er klaar om nat te worden? Ik. Let's go dan. Oké, meiden, we zijn eindelijk bij de wipe-out baan aangekomen. En dit is eigenlijk een beetje zoals met die potloodoefening. Want hier moet je wel een beetje niet bang zijn. Wat heel belangrijk is, is probeer als die komma te denken. Je hebt dit waarschijnlijk nog nooit gedaan, maar ik weet zeker dat je het kan. Gewoon gaan met die banaan. Ja, heb je een beetje zin in? Ja! Oké, okay, let's go! Zet het klaar voor! Voor de kijker ziet er ongeveer zo uit hier. Dit is de ramp. Rachel, ik zou echt super trots zijn als Coke TV jou een angst hebben kunnen laten overwinnen. Ik doe het dan echt alleen van jou. Dat zou ik een enorme eer vinden. Zullen we even aanmoedigen, meiden? Come on, Rachel! Rachel! 3, 2, 1, loop! Ja! Lekker Rachel! Wat ben ik trots op je! Hoe voel je je nu? Thriller, hè? Goed toch? Heel erg goed. Hey, hoe trots zijn we op Rachel? We zijn bij het volgende onderdeel aangekomen. Misschien wel het bekendste onderdeel dat je ooit bij Wipeout hebt gezien. De Big Red Balls. Wat een heerlijke naam. Let's go, Senna! Let's go, Senna! Achterkant, achterkant!
moeilijker dan ik dacht. Op tv ziet er makkelijker uit. Oké, volgende onderdeel, meiden. Zijn we er klaar voor? Ja. Dit heet de Dizzy Dummy en de Tumbling Table. Ik denk dat ik ondertussen even de kotzakjes ga halen. Nog helemaal niet zo goed. Hoe gaat het daar nu mee? Goed. Ja? Leuk, gezellig. Oké, mooi zo. Dus u hebt vertrouwen in volgend seizoen al? Ja, sowieso. Jullie hebben het echt super goed gedaan. Merel en ik hebben het heel fijn vanaf de zijkant mogen bekijken. Maar wat een lef hoe jullie die stormbanen doorheen zijn gegaan. Nou, dat zorgt ervoor dat ik denk dat jullie gewoon met heel veel zelfvertrouwen dat nieuwe seizoen in kunnen gaan. En natuurlijk gewoon kampioen gaan worden. Want dan komen wij dat feestje met jullie vieren. Sowieso. En daar hebben mensen angst overwonnen. Rachel heeft haar hoogteprijs overwonnen. Even applausje voor. Super goed gedaan. En de rest mij nog te zeggen. Dat vond je deze video leuk? Doe je duimpje even omhoog. Subscribe op het kanaal en als je echt niets meer wilt missen, druk dan heel even op het belletje, want dan krijg je dan notificaties en dat wil iedereen. Wie gaat ermee zwemmen? Yeah!